Het kan nog wel eens een dure grap worden voor de gemeente Westmaas en Waal. Enige tijd geleden zetten zij een streep door de opvang van 30 Oekraïense vluchtelingen in Maasbommel, maar het contract met de verhuurder van een pand was al getekend. Ook de nieuwe opvanglocatie in Wamel staat op losse schroeven, dat van dezelfde eigenaar is. Als ook dit niet doorgaat, verspilt de gemeente hiermee 1,8 miljoen euro gemeenschapsgeld per jaar. Een totaal van 130, wat de gemeente op dit moment nu opvangt. En in het voorjaar van 2023 ben ik benaderd door de gemeente van hey, kunnen we dit uitbreiden naar 160? En daar hebben we op gereageerd en zijn we met een aantal voorstellen gekomen. Eerst zijn de contracten getekend. Toen is men mondjesmaat naar omwonenden en bewoners gegaan. En als laatste, en met name toen het in Maasbommel misging, is men naar de raad gekomen. En toen gaf het college aan van nou, het is geen probleem als dat niet doorgaat, want dan gaat dat contract gewoon niet door. Maar maanden later bleek dat men al een contract had getekend en dat het niet zomaar te ontbinden was. Maar hoe kan het dat het zo is gelopen? De communicatie naar de buurt is naar mijn idee niet gegaan zoals het had gehoord. Nou ja, wij worden als raad wel geacht om beslissingen te nemen. En ook die beslissingen over die overeenkomsten die zijn gemaakt, daar is de raad helemaal niet in gekend. En ik zeg al, bij het contract in Maasbommel werd gezegd van nou ja, nee, dat ontbinden zal geen probleem zijn. Dus ja, we stonden eigenlijk als raad buitenspel, zo gezegd. Nadat Karan de panden heeft gekocht, krijgt hij ineens te horen dat de opvang niet doorgaat. Ik ben kort nadat ik de mededeling heb gekregen, ben ik een kort geding gestart. Van ja, gemeente, ik ben het er niet mee eens. Ik heb mijn nek uitgestoken, ik heb risico genomen. En je moet je aan je afspraken houden. Ook dat rekening, en die kan fors oplopen, die komt naar de gemeente. Ja? En dat kunnen alle inwoners kunnen dat gezamenlijk betalen en dat kan in de miljoenen lopen. Je praat over ton, anderhalf ton per maand en de eindtijd is onbekend. Nu is het zo dat wij in gelijk zijn gesteld, dus financieel ga ik niet meer op achteruit. Maar het doet je pijn dat je gewoon je projecten niet kan afronden. En je zit gewoon in een heel vervelende situatie. Gewoon de manier waarop de gemeente dit niet professioneel heeft aangepakt. Dat wekt grote verbazing tot zelfs woede. Ja, van hoe kan zoiets nou gebeuren? De opvang in Maasbommel is definitief van de baan. Maar in Wamel wordt er nog gekeken naar de mogelijkheden. En nu is men in Wamel in ieder geval nog in gesprek met de omwonenden. Om toch te kijken van, nou ja, hoeveel draagvlak is er? Wamel loopt nog, ja. Ik kan er nu nog niet zoveel over zeggen, maar de gemeente is daar leidend in. En ook hiervoor, de communicatie dient toch echt de gemeente te doen. Het college van burgemeester en wethouders is vandaag niet in de gelegenheid om te reageren.